Mickey, wat was dit? Een razendspannend slot van de 39e woningzesta. Ja, echt kicken. Dat we die laatste rondjes rondrijden en die ronde pakken. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Het dak ging eraf. Ja, bijzonder momentjes. Jury, in de laatste paar ronden ging het nog bijna mis met een aflossing. Hoe kwam dat? Ja, het was misschien iets van 50 ronden voor tijd al. Toen, ja, ik wilde het gewoon beslissen en hun geen ruimte meer geven. En ik reed vol over veel ton heen. Maar Lindsay de Vuilder had ons niet gezien of zo. En hij rijdt zo omhoog terwijl wij moesten aflossen. Ja, ik dacht even, ik rijd mezelf hier dood. En schrok me echt helemaal kapot. Het ging net goed. Alleen toen had ik wel een extra zure beurt, een dubbele beurt op dat moment. En ik dacht bijna dat we daardoor zouden verliezen. Maar gelukkig kwam het goed op dat moment. En de laatste 30 ronden was genieten. Mickey, het was jouw laatste zesdaagse. Of is er nog een opening? De zesdaagse niet meer. Kijk, dit ziet er allemaal mooi uit. Maar ik weet zelf hoeveel energie er in de train is gegaan. En dat was enorm veel afzien. En ik ben blij dat dat deel voorbij is. Want je komt hier niet zomaar even de baan binnen. En je gaat de rondjes mee rijden met de toppers. De laatste week heb ik daar onwijs hard voor moeten werken. Bij elke training dacht ik, oké, dit zijn de laatste trainingen nog even. Maar ik ben heel blij dat keiharde werken, het extreem harde werken, dat erop zit. Jury, ja, hoe hebben jullie deze week beleefd? Want het moet een geweldig spektakel zijn geweest met zoveel publiek in de laatste paar dagen. Ja, zeker. We waren ook vooral erg gefocust op de wedstrijd natuurlijk. Maar als je er nu aan terugdenkt, dan was het echt geweldig. En ja, een en al respect voor Nicky, voor zijn carrière is al heel vaak gezegd. Maar ook hoe hij de laatste 8 weken nog getraind heeft. Om hier dit te kunnen doen, dat had niet iedereen hem nagedacht, denk ik, voor zijn laatste 6-daagse. En ik weet hoeveel energie hij er al 4-5 weken ingestoken heeft. Hoeveel hij op de baan heeft gezeten, hoeveel hij mij vervloekt heeft met trainen als ik weer ging. Maar het was nodig om hier nu zo goed te kunnen zijn. En dat hij dat kan als zijn laatste wedstrijd, dat petje af.